over 5 jaar niet meer. Ik bedoel, ik zit er zo wat te koken van. Dat is gewoon toch algemene kennis op dit moment. Je maakt gebruik van de kennis die in het publiek zit. Het publiek is het eerste betrokken bij, bijvoorbeeld bij ellende in de wereld, zeg maar. Maar je journalistieke vak is gewoon feiten checken. Samen met het publiek moet je dat doen. Kijk naar de BBC. Interactivity is gewoon een afdeling. En dat bestaat ook. Ik twijfel in ieder geval niet geval. Want twijfel, ja. Roos, dit gaat eigenlijk over internet is veel sneller dan elke krant of elke tv-programma. Nou ja, dat is zonder meer waar. Dat bestrijd ik ook niet. Wat ik wel bestrijd is dat je niet het verschil ziet tussen een foto die door een echte fotograaf is gemaakt en een foto die afkomstig is van iemand die dat terloops met zijn mobieltje heeft gedaan. Of misschien